Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van mijn Crysis 3 Road to Commander serie. En jawel, vandaag gaan wij met ons een nieuwe wapen, de MK60 mod, gaan wij spelen. Dit is toch wel de goeie, hè? Zou er wat zijn dat ik een verkeerd wapen heb geëquipt en dat ik helemaal... Nou, dit is wel de goeie, want dit... Is dit wel de goeie? Ja, dit is de goeie, wat is een... wat is het voor ding? Ik heb er nog nooit mee gespeeld, dus dat kan niet kloppen. Maar ja, ik heb er nog nooit mee gespeeld. Dus als het een basic wapen was, zoals dit ding of dat ding, dan stond er wel dat ik... Oeh, I like this one. Nee, maar dat ik al wat kills ermee had. Oké, okay. Level 10 kills. Nou, dan gaan we vandaag maar eens proberen te halen. Maar ja, jongens, ik merkte dat de vorige aflevering niet helemaal lekker liep en zo. Dus we gaan maar gewoon vandaag weer eens even een potje spelen. Even kijken, zit er alweer geen lobby's vandaag? Wat is dit nu weer voor onzin? Hunter, dat wil ik niet spelen. Spears wil ik ook niet spelen. Ik wil gewoon normaal. Team Deathmatch is Crash Site, dat hoef ik ook niet. Nog meer Crash Site wil ik allemaal niet, jongens. Ik heb hier de flag. Deathmatch Creek, join. Required downloadable content. Pack Crysis 3 The Lost Island, not installed. Visit the Origin Store to download it. Oh, er zijn dus map packs. Oh, nee, dat is leuk. Ga ik niet halen, natuurlijk, maar. Het is wel leuk dat er gewoon mappacks zijn. Connected to the session. Dan ben ik de enige hierin. Ja. What the fuck? Ik speel in mijn eentje. What the fuck? The fuck? Kan dit? Is dit mogelijk in Crysis 3? Oh my god. Ik ga wel eens even uit, zeg. Ja. Lief session. Echt serieus, are you fucking me? Wow. Nou, gaan we maar even kijken of er nu matches zijn aangemaakt. Waarschijnlijk nog helemaal niks. Nee. Oh, wat is dat? Crash site. Deathmatch. Oh, dat is Kriek, toch? Kan ik die joinen of was dat? Ja, dat was dat met dat pack. Er is helemaal niks aan. Verder even kijken. Goed. Nee. Team Deathmatch op Chinatown, oké, dat is leuk. Oké. Blurpy. Eens even kijken, Chinatown. Ja, hangzang, hingpang, hangzang, hangbang. Of zoiets, ik weet niet hoe het gaat. Ik ben level 13, dat is nice. We zijn erg opgeschoten in de afgelopen, 10 afleveringen van Crysis 3 nou. Dus ja, let's go. Eens even kijken, we gaan dus met ons nieuwe wapen, de mod ding spelen. Oh, dit is een light machine gun! Oh, dit gaat leuk worden. Are you fucking me? Oké, dit snap ik niet. What the fuck? Hij killt mij ofzo. Of ik ben gewoon schil. Dat bedoel ik dus. Dat denk je dat je die gast wordt vermoord. Dan ga je hem racen naar volgens. Is het om een god die vlak boven je zit. En je daar gewoon dood gaat maken. Je kan dus echt wel schieten met Crysis 3. Nou, het zijn er weer twee hier. Oh, gaat toch dood, mensjes. Kijk, dan word ik weer gekild op bezoek aan. Luister, zijn echt gewoon niemand genoeg om mij gewoon met wapens te kunnen. Non-scope willen dingen, dat is niet te doen. Dus dit is een heel interessant olie klote ding. Au, what the fuck, in mijn rug. Schiet het toch eens uit bij mij in de rug te naaien. Dit is weer zo'n potje, hoor. Dit zijn weer mensen die gaan je in de rug naaien. De afgelopen potjes had ik daar gewoon totaal zo geen last van. En hier is het gewoon het scheren in slag, zoals we dat noemen hier. Dat is ook zo simpel van. Ik snap dat mensen zeggen, je moet niet zo schelden. Maar jullie moeten ook begrijpen dat dit niet dat toon is. Godverdering. Dit is een tering gun. Dit is nou echt wat we noemen een tering gun. Recoil dat ding ook echt. Kijk, moet die daar staan en dan kan ik hem, misschien kan ik daar iets mee ondernemen. Maar, oh jongens, hi. Jongens, het spijt me heel erg, maar ik kan er niet meer met het ding. Het is niet, nou,
heeft hetzelfde ding als mij. What the fuck? Oké, dan ga ik nog wel even verder. Dan is er dus nog hoop. Dat is een assist. Dat is een kill. Even reloaden, even mee coveren, jongens. Want nou, dat moet gewoon. Die dogtag oppakken. Nee. Oké, gaan we verder. Eens kijken of we hem nog in zijn rug kunnen fucken. Dus even kijken, wat ben jij, gabber? Daar hebben we een gabber. What the fuck? Om het tegen insta killt hier. Maat, kerel schiet helft van zijn schoten mis, man. What the fuck? Oeh, krijg je 3. Why you do this? Crysis 3 is gewoon ook soms zo'n Doland, hè. Echt gewoon een ras echt het Doland game, gewoon. Au. Vind ik niet leuk. Sad face. Wauw, ik heb 1 kill. Chill, dude. Nee. Stop het mij te killen, Uncle John. Godstop, ze in mijn rug. Zeg er gewoon meteen aan wie wil neuken, jongens, want dit is echt helemaal niks, dit. Nou, dit kijk ik wel van de zijkant, maar goed. Ik vind het gewoon überhaupt gewoon aan helemaal niks. En dan vind ik nog een rare reden, heb je dan een kot niet zoveel? Maar ja, het valt bij mij niet zoveel op in kot of zo. Ik weet niet wat dat is. Het zou gewoon iets zijn of zo. Dood door mijn granaat, bitch. Nee, oké, ik moet leren niet te reloaden als ik een kill heb gemaakt met mijn light machine gun. Ik kom met een submachine gun zeggen, maar dat is dit ding niet. Het is een light machine gun. Goed, we gaan hier maar eens in. Nee, jongens. Daar kan ik niks aan doen, want, nou ja, al hier gezoomd, hè. Ja, ik faal gewoon. Ik kan gewoon geen crisis spelen. Ben ik te falend voor of zoiets. Yes. Yes. Little bitches. Kom met wie broeskies. Hey, meneertje crisis 3 schelde jij. Vinden we dit normaal of zo? Dat is eerst, dat is leuk. Nog een kill. Wat, dit ding is OP. Serieus, dit ding is echt OP. Ik heb in één keer 6 kills te pakken. Lolcats. Oh, die kerel, die was ook wel goed. Even zo'n dingetje pakken. Goed. Van lange afstand is dit ding echt OP. Het werkt hetzelfde als de light machine guns in Call of Duty. Alleen ik ben nu een beetje de weg kwijt. Chinatown weer. Ik moet toegeven, ik vind de mappen van Crysis 3 wel mooi. Dat is echt gewoon iets wat gewoon zeker waar is. Even kijken, goed. Oh, hier hebben we altijd wel gastjes, denk ik. Ja. Dit is volgens mij een spawn of zoiets. Oké. Okay. Hebben we ook mooi even gekild. Ah, ja, nee, ik moest reloaden. Lol. Ik moet nog 3 kills halen en dan heb ik dit wapen naar de next level. Ik ga echt vaker met dit wapen spelen. Dat ding is OP, echt serieus. Van lange afstand ding is OP. Net zoals de light machine is van Call of Duty. Dat zijn die dingen ook OP. Op lange afstand, hè. Maar als je bijvoorbeeld op Dome of zo gaat, of zo'n Modern Warfare 3 of zo. Dan heb je echt gewoon helemaal niks aan die light machine guns. Oké, jij lijkt gewoon, gastje. Jee, ik ben weer gefaald door iemand. Kijk dan, oh, wat een falend iemand. Oh, boemende bezoeker. Ja, dat kan ik ook wel. Wat een noobs. Noob. Nee, maar even serieus. Zet toch wel. Yeah! Daar wacht ik echt al zo'n tijd op om daar gewoon een kill mee te halen met dat. Dat was het allemaal waard. Gewoon die kill.
Die was gewoon allemaal waard. Kijk, weer zo'n noob met een van de raar alien wapens. Thingy majiggy met barbers. Vind ik gewoon niet cool. Oh, ik sta derde, dat is nice. Die zie ik ook gewoon fucking nu passen. Zijn er geen mensjes meer op de radar gesignaleerd? Wat is dat? Nou, ik heb voer nodig. I don't think so, jij noob. Even maaien met dat ding. Yes! Yes, yes, yes! Ik heb hem nog mooi even meegepakt, die kill. Ik moet nog... Oh, ik heb 10 kills. Oké, dit wapen is dus een next level. Daar waarschijnlijk ook wat ik hier hoorde, dat... Zal dat waarschijnlijk wezen. Jongens, jullie moeten wel dit oppakken, hè? Dat is belangrijk. Tenminste, dat is belangrijk, toch? I don't know, volgens mij wel. Anders zeggen ze niet collect dat. Tenminste, dat lijkt mij dan, ik weet niet. Ik lag een beetje. Nee, ja, van zeg al. Gaat gewoon misschien. Kan ik die kill nog even klutschen, maar nee. Ach ja, hij heeft ook wel gespeeld. Hij heeft gewoon naast mij gezeten en mij gewoon doodknallen. Ja, dat is ook gewoon pro. Holy tering. What the fuck was dat? Ik merk wel dat dit beter is dan. Ja, net. Want nou ja, net was het soort van, ja, de gameplay was een beetje falend, alles was een beetje, holy kut! Alles was een beetje falend, zeg maar, ook met de in-game shizzle, minstens, zeg maar, dat we in één keer werden gedisconnect en zo. Dat was wel jammer. En ik wist niet hoe lang het allemaal was, maar als dit potje is afgelopen, dan is het ook gewoon eind van de opname, want het is gewoon een lang potje. Dat is gewoon zo. Ja, dat ding. Wanneer krijg ik dat ding? Dat ding, dat wil ik. Laat me in de comments even weten, jongens, wanneer krijg ik dat wapen. Echt, dat ding is gewoon niet normaal goed chill, gewoon. Jee, met je fucking vlammenwerper. Emu piemel dingetje. Gewoon de vlammenwerper gewoon allemaal mensen in de fik zetten, dat lijkt me ook wel wat. Kijk, even ondersteunen hier zo. Waar is die noob? Doe je daar nog? Jee! Ga dood, Emu. Reload snel loopje. Dat is een assist die ik heb. Oké, dat is ook wel wat. Kijk eens even, jongens. 13 kills, jongen. Echt, het begin was echt gewoon... totaal waardeloos. Ik ging allemaal dood onzin, maar nou echt, dit is... Als je in een goede positie zit, met dit wapen, echt jongen, dan ben je gewoon master. Even een assist pakken. Oké, nog even een kill erbij. Oké, what the fuck, dit bedoel ik dus weer, hè? Dat is wel van die onzin. Ik heb gewoon 14 kills. Kijk, het is niet veel, echt 14 kills. Ik haal de dubbele, misschien zelfs wel keer 3 in Call of Duty, maar... Het is gewoon niet te doen om... Ja, als je zo kort kruis speelt. Ik speel heel kort kruis. Ik speel niet off camera, ik speel niet bij vrienden of zo. Ik heb het niet op de Xbox. Ik speel het allemaal live bij jullie. Dat is ook wat ik bedoel met Road to Commander, hè? What the fuck? Lol, 70 kills. Dit is mijn beste potje tot nu toe. Ik weet niet of ik de titel moet gaan noemen. Beste potje tot nu toe of zoiets. Maar dat zien we dan wel. Dat was wel spannend, maar... Nou ja. Ik ben level 13 en ik sta bovenaan. Kijk, die kerel met 18 kills, die is level 25. En die daarboven, die heeft 38 kills, die is level 5. Die is volgens mij volledig ja, OP bezig. Ik weet niet hoe lang dit potje is. Het is lang, het is echt heel lang. Maar dat is wel chill natuurlijk. Want, nou ja, als ik zo lekker ga, dan is het wel leuk om even een lang potje te hebben natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel waarschijnlijk. Nee.
sterf, oké? Nee, oh, dat was wel jammer. Ik heb wel een assist, hè? Ik heb wel een assist gekregen. Ik sta nu tweede, hè? Ik sta nu gewoon tweede. Dus ik sta boven iemand van level 25. Dat is gewoon cool. Het is ook wel even handig om even een granaatje te gooien. Ik weet niet. Oh, nou, even een assist nog erbij. Dat is altijd nice. What the feet is met één? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, dat vind ik nou echt jammer. Met één, hè? Eén. Ah. Dat vind ik jammer. Dat vind ik nou echt. Dat vind ik echt heel jammer. Kijk, hier zijn al mijn kills gewoon. Oh, wat pro-uit. Nee, volgens mij laten ze alleen de mooie kills zien. De mooie... mooie kills. Kijk, die was ook heel gaaf, vond ik. Met die... Ja, ik had een bezoek aan. Dit vond ik echt ook gewoon cool. Het was gewoon chaos. Nou, dan heb ik ook nog even één genaaid, volgens mij. Ja, ze laten een paar kills zien. Een stuk of drie of zo. Hoi, kijk eens even, mensen. Oh, bijna level 14 alweer. Kijk eens even. Skill assessments. Ik laat het even lopen, hoor. Wat, level 14? Halen we level 14? Oh, Lone Wolf. Dat is wel mooi. Nee. Ik wil niet nog een potje. Ga weg. Ga weg, jongens. Nou, de volgende aflevering, dan zijn we denk ik dan alweer level 14. Oh, wauw. Wauw, wauw, wauw. Dit Crysis 3, jongens. Dat is gewoon echt gewoon nice. Als je even kijkt. Nou, kom op, jongens. Laat die map even, dan kan ik eruit. Dat vind ik wel jammer in Crysis 3. Er zit geen ruimte tussen de lobby's. Eens even kijken, Wat is dit nou dan? Hallo jongens. Mijn computer maakt ook een hoop werk. Ik weet niet of jullie dat horen, maar hij zoomt heel erg. Nou, ik select het wel even. Kijk, nu kan ik even Leave Session doen. Ik vind deze map toch al niet wat, dus wat dat betreft. Maar jongens, bedankt voor het kijken allemaal naar deze awesome aflevering van Crysis 3. Hopelijk abonneren jullie even, laten jullie even een leuke comment achter. En volg jullie ook nog even op Twitter, @ShadowGames23. En wel jongens, dan zeg ik nu, later mensjes, bedankt voor het kijken. Echt, dit was gewoon master. Dus ja, later mensen.